Het programmeeroppervlak Graag geven we u eerst een indruk van het werkoppervlak van Wings Platinum. De tijdlijn biedt ruimte aan diverse media die u hier op de door u gewenste momenten kunt plaatsen. Voor elk type medium zijn er sporen aanwezig op de tijdlijn. Zo zijn er audiosporen voor muziek en gesproken commentaar, videosporen voor videobeelden. En beeldsporen voor foto's. De locator geeft aan waar u zich precies op de tijdlijn bevindt. Met het aanklikken van de Play-knop begint de locator te lopen en in het voorbeeldscherm wordt uw show afgespeeld. Links van de tijdlijn bevindt zich de Eigenschappentabel. Hier staan de eigenschappen van het geselecteerde object vermeld. Onder de tijdlijn bevindt zich de Mediapool. Hier worden alle media die u gebruikt in de tijdlijn weergegeven en op soort gesorteerd. Links van de Mediapool bevindt zich de Projectverkenner. Door het aanklikken van de verschillende mappen kunt u makkelijk wisselen tussen de diverse soorten media. Rechts van de mediapool bevindt zich het previewvenster. Hier worden de in de mediapool aangeklikte beelden vergroot weergegeven. Geheel links bevindt zich de audiovumeter. Hierboven vindt u de gereedschapskist met veel handige gereedschappen die het werken in Wings Platinum comfortabel en snel maken. Behalve bij de markersporen is in iedere spoorkop een spoorkopregelaar beschikbaar. Dit is een volume- of helderheidsregelaar die tijdens de weergave kan worden bediend. In het screen kunnen ook hulplijnen volledig naar eigen wens worden aangemaakt. Ook een volkomen eigen raster kan voorzien en gebruikt worden. Optioneel kan ervoor gezorgd worden dat objecten aan al deze lijnen vastgeklikt worden.